Welkom bij Dommel Sportland. Op Sportpark Molenwijk van Odyssee spelen naast de jeugd en senioren ook het G-team van Odyssee. Vandaag gaan we bij hen een kijkje nemen. Tevens hebben we beelden en een interview met een uitblinker in zijn sport, Alex Brusselers. Deze bokselaar is internationaal een bekende quadrijder. We gaan lekker voetballen, Frans is in de goal. Ik moet hier komen spelen, ik moet hier. Pedro achterin. Rick linkshalf, Jan op het midden, Joran rechtshalf en Dion op het midden. Lekker ballen. Ik vind dit wel. Alex, 41 jaar, als ik het goed heb. Ja. Het is niet te zien. Nee, dan zou het zeggen 50. Ja. Vriendin, drie kinderen en een internationaal bekende motorsporter. Hoe komt het zo dat jij daaraan begonnen bent? Nou, dat was eigenlijk heel makkelijk, want mijn vader die deed aan motocross. En dan moest ik elke zondag mee, of ik nou wou of niet. En toen is het eigenlijk geboren. Ik kreeg met mijn drie jaar mijn eerste zijspannetje. Want dat moest wel een zijspan zijn, want in enkele motor kon ik nog niet, want dan zou ik omvallen. Want dan kon ik nog niet fietsen zonder zijwielen. En vanuit dat zijspan ben ik in de fiets met zijwielen gekomen. En vanuit de zijspan ben ik op de quad gekomen. Eigenlijk altijd iets om niet om te vallen. Nou, helaas lukt me dat af en toe toch nog wel eens ooit. Maar zo is het eigenlijk geboren. Eigenlijk vanuit mijn ouders uit en ook vanuit de garage. Oud bromfietsje kopen, ombouwen, gaan crossen bij de boeren in het land. En ja, zo is het eigenlijk gegroeid. Maar hoe leer je nou dan rijden met zo'n ding? Je zegt ik begin met een motor en dan ga je naar een quad toe. Zijn daar trainingsprogramma's voor? Nee, nou ja, op het moment zijn er dat wel. Ik ben zelf ook zo'n trainer. Ik geef ook trainingen in aan de jeugd in quadrijden. Vroeger was er dat niet. Ik zei al, wij kochten een oud ding en we begonnen toen met een driewieler zoals dat heet. En een trike. En nou, die bouwden we zelf en gingen op een weiland crossen en door heel veel te vallen en opstaan leerden we het eigenlijk. Gewoon op de ouderwetse manier vallen en opstaan leerden we het. En uiteindelijk kom je in de wedstrijd, op wedstrijdniveau en dan, ja, dan heb je een aantal rijders waar je gigantisch tegenop kijkt en daarvan leren het, zeg maar, gewoon van het te doen. En dan moet het natuurlijk ook een stukje zijn van je hebt het of je hebt het niet. Kijk, ik kom nu ook in de jeugd kom ik jongens tegen die ik begeleid, die het gewoon hebben. Die hoeven er niks voor te doen en die hebben het. En er zijn jongens die er ontzettend veel voor moeten doen, echt heel veel moeten doen. En het dan bijna hebben. Ja, ik ben gelukkig altijd degene geweest die het had, want ja, ik heb er altijd maar heel weinig voor gedaan als gezorgd dat mijn spullen in orde zijn. Jij bent een hele bekende voetballer eigenlijk, hè? Was. Ja, nou nog wel een beetje, maar niet echt, niet in niveau, niet in niveau die. Maar je hebt Nederlands elftal gespeeld. Ja, ja. Hoe lang heb je daar gespeeld? 8,5 jaar. Jij bent een echte rustpunt, zeg. Ja, wat is een rustpunt? Je probeert alle spelers al een beetje op rust te houden. En zoveel mogelijk de balletje rond te laten spelen. En dan ja, zien we wel waar de bal schijnt. Ja, ik zag net in deze eerste helft tegen Valkenswaard dat jij rustig die bal aanneemt, goed rondkijkt en dan heel goed afspeelt. Ja, dat zijn van die momenten, voor je die bal al krijgt, dan weet je al waar je naartoe moet. En dat zijn eigen, ja, fracties van secondes. En dan hoef je eigenlijk niet zoveel over na te denken waar jouw medespeler al staat. En dat scheelt nou. Hoe lang voetbal jij nu al eigenlijk? Alles bij elkaar? Alles bij elkaar. Veel te lang. Veel te lang. Ja, ik denk 41. 41 al, en dan nog steeds Ik denk dat ik vanaf mijn zes al, ben eigenlijk heel vroeg begonnen met voetballen. En ik heb eigenlijk wel van links en rechts een paar clubjes gehad, niet zo lang. Toen hier bij Odyssee een G-team begon op te richten. En daar ben ik eigenlijk al, ja, hoe lang al? Ik denk al meer dan 20 jaar, denk ik. 25 jaar, ik weet niet. Je hebt ook nog andere sporten gedaan of is voetbal echt jouw sport? Ja, voetbal is altijd mijn sport geweest. Ja, een keer andere sporten, zo een keer een balletje slaan of een keer iets anders, is wel leuk. Maar ja, goed, dat is gewoon een beetje dat je een beetje bezig bent. En, toch dat je bezig bent met andere sporten, maar ook met voetbal en allemaal. En ja, daar heb je toch de meeste tijd in gestoken. Jullie zijn allemaal vrienden van elkaar, zeg ik.
Ja, ja, het is eigenlijk een grote vriendenclub. Maar ja, goed, we komen niet elke keer elkaar tegen. Het is ook alleen dinsdagavond een potje trainen en dan zaterdags een wedstrijdje. En ja, dan kom je elkaar gewoon weer tegen en dan is er een lekker potje voetbal. En kom je terug, of nou uit of thuis moet voetballen. Je eet wat bij elkaar of je pakt iets wat te drinken. En dan is van ja, fijn weekend en tot dinsdag weer of zo. Of ja, waar dan ook. Gezellig. Ja, oh, jawel. Dankjewel. Altijd gezellig dus. Maar je bent een echte fanaat, heb ik begrepen, want zelfs in je vrije tijd rij je door Boksel heen op een quad. Ja, het is niet alleen maar een hobby, het is een passie. Ik leef met een quad. Zijspannen vind ik ook heel erg fascinerend. Alles wat eigenlijk iets meer heeft als twee wielen, vind ik heel mooi. En inderdaad, ik rij privé een omgebouwde quad waar ik mee op de weg maak. En ja, zo gauw als we kunnen zitten we bijna elke zondag op de crossbaan. Maar voor de crossen, waar is die crossbaan? Waar oefen je dan? Want ik kan me hier niet voorstellen in Boksel er eentje is. Nee, vroeger hebben we wel een leuke crossbaan hier achter op het industrietrein gehad. Waar we echt met een hele hoop jongens hier uit de buurt heel fijn gecrossed hebben. Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker, milieu, veiligheid, risico, dat wordt steeds moeilijker. Maar er zijn een groot aantal banen gelukkig in de buurt in Brabant. Ik ga meestal naar Budel of naar Bergen, Os, er zijn een aantal banen, dus je hoeft niet ver weg. Gelukkig hier in Brabant, in andere provincies is het anders, om een regionaal circuit te kunnen bezoeken. En dat zijn bepaalde openingstijden die je daar terecht kunt en dan kun je vrij trainen. Ja, nou zei ik straks al, je bent internationaal bekend en natuurlijk ook nationaal dan. Dat wil zeggen dat je heel veel wedstrijden al op je naam geschreven hebt. Ik heb ergens gelezen, maar misschien ben ik fout, dat je al zeker 10 titels gehaald hebt. Nationale en internationale. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor soort wedstrijden dat allemaal zijn? Nou ja, het quadrijden voor mij, de wedstrijden zijn rond 89 begonnen, denk je, 89. En toen had ik in 2003 ben ik echt fanatiek wedstrijden rijden gestopt. En in die tussentijd heb ik ongeveer 10 nationale en internationale titels behaald. Belgische titels, Duitse titels, Nederlandse titels. Een heel grote wedstrijd voor ons is de strandrace Le Touquet. Dat is een strandrace in Frankrijk waar tussen de 200.000 en 300.000 mensen naar komen kijken. En die heb je een keer gewonnen, heb ik begrepen. Ja, die heb ik een keer gewonnen en een aantal keren in de top 3 gezeten. Dus daar, dan leren mensen je in deze wereld wel kennen, zeg maar. Kim, jij bent coach van het G11-tal van ODC. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? Volgens mij tussen de 25 en de 30. Ze zijn nog niet allemaal lid, maar ja, er zijn er ook ooit die op proef komen, zeg maar. Dus, En jullie spelen competitie? Ja. Vandaag tegen Valkenswaard. Gaan jullie verder weg? Ja, Valkenswaard, Tilburg, een beetje deze regio wel. Dus soms is het wel verder, soms is het ook wel wat dichter bij huis, Nevelo en Oosterwijk. Dus ja, het wisselt een beetje. Buiten het voetballen, zijn er nog andere activiteiten die jullie doen met de leden? Ja, we hebben aan het eind van het seizoen altijd een afsluitingsfeest, zeg maar. Gewoon om het seizoen even gezellig met z'n allen af te sluiten. Ja, soms zijn er extra activiteiten. We hebben wel eens getennist. Ja, we gaan met z'n allen een leuk jaar van te maken. Aansprekend zijn natuurlijk, en zeker internationaal, de Dakar-races. Ja. Eerst in
In Afrika, tegenwoordig in Argentinië, ja, geloof ik. Zuid-Amerika. Hoeveel keer heb je daar nou aan meegedaan? Nou, in 2003 ben ik gestopt met heel actief kwad wedstrijd rijden. Daar viel me wel ontzettend tegen. Toen ben ik Hans Becks tegengekomen. Nou, Hans Becks, wel bekend vrachtwagenchauffeur in de Dakar. Hij is ondertussen ook een hele goede vriend van me geworden. En die heeft me eigenlijk betrokken in die Dakar als een stukje service rijder in het begin voor hem. Nou, dan heb ik volgens mij 5 of 6 jaar heb ik die service gereden voor hem en geregeld en gedaan. Dus toen kende ik Dakar eigenlijk al heel erg goed, ook wat andere rallies. Toen heb ik besloten op een gegeven moment van ik wil gewoon zelf in die Dakar op een quad. En voordat ik dat ging doen ben ik een groot aantal wat kleinere rallies gaan rijden. Marokko, Turkije, Hongarije, noem maar op. Er zijn zo'n tiental van die rallies in het jaar waar de meesten zich ook dan zeg maar prepareren en oefenen voor het grote werk de Dakar. Nou, die ben ik gaan doen, daar heb ik ook heel veel van gewonnen en heel veel in de top 3 gereden. En in 2008 zou ik mijn eerste Dakar starten. Dan zat ik bij het team Dakar Sport, een mooi team, goed voor elkaar. Toen was de tijd ook nog iets wat makkelijker als op het moment, dus sponsors waren geen probleem, maar echt een mooi budget. En toen ben ik daar aan toe gegaan, toen ging het niet door. Dat is het jaar dat zeg maar gecanceld is door terroristische mogelijke aanvallen. Ja. Toen, dat was Afrika eigenlijk nog. En toen het jaar erop zouden we naar Argentinië gaan. Dat was helemaal nieuw, voor iedereen. Tenminste niet voor die mensen die daar vandaan komen, maar voor ons wel. Ik had een motor op dat moment gebouwd die helemaal geënt was op Afrika. Ik heb daar 5, 6 jaar meegelopen. Ik heb 5, 6 jaar in de gaten gehouden van wat is nou de beste motor. Die motor viel een beetje tegen in Zuid-Amerika. Die was daar niet helemaal op geënt, maar het ging hartstikke goed. Eerste dag al meteen pech, motorblok kapot. Ik kon er allemaal niks aan doen, maar uiteindelijk toch in de finish gekomen. Uiteindelijk lagen we in de stand weer ergens in een top 5 plaats. En toen ben ik de helft van de rally aangereden door een vrachtwagen. Ik kon er ook niks aan doen, het was echt een rally. Accident, zeg maar. Johan, ja? Jij bent de jongste speler van het G-11-tal. Ja. Hoe lang voetbal je hier al? Ik weet niet, ik denk 5 jaar, ik weet niet. Al 5 jaar? Ik denk wel, ik weet niet. En hoe vind je dat? Leuk. En jullie spelen ook competitie? Ja. Zijn jullie nou een beetje bovenaan? Ja, we bovenaan. Zijn jullie bovenaan? Ja. En hoe komt dat dan? Ja, punten, scoren. Scoren, ja. Doe jij dat ook? Ja. Ja, hoeveel worlds heb je al gemaakt? 2 of 3, ik weet niet hoeveel. Dus je bent een van de betere spelers, denk ik? Wow, ja, een beetje. En op welke plaats speel jij in Dallas? Aanvallen. Vind je zo gezellig met die jongens samen? Ja. En meisjes zijn er ook bij de hè? Ja, leuk. En waarom voetballen? Waarom ga je niet tennissen bijvoorbeeld? Dat is saai. Voetballen leuk, hè. Voetballen leuk. Wat is daar leuk aan? Ja, sport. Ja, dat is leuk voetballen. Ben jij rechtsbenig? Deze, ja. Rechts, ja. Ben je rechtsbenig? Ja. En daar maak je ook de goals mee? Ja. Mooi zo. Ja. Doe! Dan ga je in 2013. Ja. Dat was de hoeveelste keer dat je Dakar... Dat zou in totale tijd de zesde of de zevende keer zijn dat ik totaal naar de Dakar ging. En de tweede keer dat ik hem zelf ging rijden. Ja. We hadden eigenlijk 2011 al gepland om de volgende keer zelf te gaan. Toen had Dakar het reglement wat aangepast. En toen hadden we de motor die we gebouwd hadden, viel niet meer in het reglement. Toen hebben we het uit moeten stellen. Toen hebben we het een jaar weer naar sponsoren gezocht. Heel veel boxers bedrijven die me er ook bij geholpen hebben. En uiteindelijk kon ik in 2013 weer van start met een eigen team. Ja, en dan lees ik in de krant, Alex Brusselers gaat met veel ambitie er naartoe. Ja.
Nee, zegt hij dan. Ik wil hem zelfs gaan winnen, want anders ben ik niet tevreden. Ja. Met die ambitie ging je er naartoe. En toen? Nou ja, ik... De tweede dag. Ik zit zo in elkaar, ik wil altijd graag winnen. Ik had dit jaar wel uitgemaakt, er is maar één ding en dat is uitrijden. Ik heb twee motoren gebouwd voor die Dakar. We bouwen ook die motoren, dus buiten het zelfrijden is ook een stukje handelen en wandelen heel belangrijk in die rally, dat mijn motor zou finishen. Nou, dan ga ik de eerste dag van start, dan heb ik iedereen moeten beloven dat ik mega rustig aandeed, want ze kennen me en die gaat meteen als gek van start. Nou, toen heb ik zo zachtjes gereden dat ik er bijna afviel en toen werden we toch nog tiendes. Wat is zachtjes? Ja, zachtjes. Ik denk dat we dan een gemiddelde, dat was een stukje, maar het was maar een heel kort stukje van 13 kilometer. In de woestijn, alleen maar duinen. Ik denk dat we daar een gemiddelde van 60, 70 rijden in de duinen. Dus dat, ja, dat is nog best wel hard. Als iemand mij ziet rijden, zeggen ze, nou, die gaat hard. Maar voor mijn gevoel ging ik rustig. Ja. Nou, toen werd ik tiendes. Nou, iedereen heel trots dat ik zo'n rust had kunnen bewaren. Nou, tweede dag van start. Mooie lange dag zou het worden. Zou een van de zwaarste dagen worden. Dat hadden ze al gewaarschuwd. Tweede dag is het meteen hopla vol erin. Nou, ik had naar een kilometer of 100. Toen had ik een heel klein probleem. Ik hoorde iets aan mijn motor. Ik denk, nou, weet je wat, ik toch rustig aan me doen. Ga ik eerst even rustig kijken wat het probleempje is en niet doorrijden dat het misschien een groter probleem wordt. Nou, toen was het iets voor niks. Dat is vastgezet. Ik heb 2 minuten stilgestaan. We zaten nog redelijk in de bewoonde wereld, dus ik kreeg een sms'je. En het stond op, je gaat goed gelicht, al 5 of 6. Nou, dat was eigenlijk al een beetje te goed van wat ik eigenlijk van plan was die dag. Ik wou een beetje rond de 10e plaats weer finishen. En nou, toen ben ik de dag verder redelijk op een leuk tempo door gaan rijden. Ik zag wel dat ik degene die ik inhaalde, dat ik toch eigenlijk wel een mooi tempo erin had. Nou, en er kwam we hadden net een hele zware duinenpartij doorgereden, waar ik heel veel mensen over de kop en gebroken rug. Ik had alles al gezien in de eerste 100 kilometer. Ik denk, nou, dat wordt een spannende dag vandaag. Een vlak stuk, iets van niks. Ik sta heel weinig op de motor, maar ik stond en lekker relaxed. Ik denk dat ik een 100 reed, 90, 100. En ik hoor klak achter in de motor en toen ik het hoorde, ja, toen was ik al aan het zweven in de lucht. Ja, kun je maar wel voorstellen met 100 km per uur in de woestijn vallen. En toen schouder gebroken. Ja, ik werd er weer bij en ik begon alles te bewegen. Ik denk, oh, het valt mee, tot ik mijn rechter schouder bewoog. En op dat moment doet het me natuurlijk nog niet zeer, adrenaline. Ja, ik kon het gewoon kraken en knakken. Dus toen wist ik al, ja, de teleurstelling was het toen al, van het is alweer afgelopen. Nou ja, dan zit ik daar, dan komt er een andere rijder aan. We hebben een knop op de motor waar je meteen de dokter mee kunt alarmeren. Nou, knop erop. Binnen 10 minuten was de dokter er met de helikopter. Nou, die zei ook al van, het is afgelopen, schouder is gebroken. Ik kreeg morfine gelukkig, dat de pijn weer zakte. Nou, ik denk, hoe kan dit nou gebeurd zijn? Ik zit daar en op dat moment wordt mijn motor aan de kant geduwd door een stel van die dokters. En ik kijk achter op die motor en ik zag meteen wat er gebeurd was. Was er een, ja, maar heel simpel, ik kan heel moeilijk uit, maar heel simpel uit, een rem afgebroken achter. En die is tussen het remschijf gevlogen, waardoor het wiel in één keer geblokkeerd heeft. Waar je eigenlijk hetzelfde idee mee krijgt, zeg maar, op de snelweg in één keer de handrem van de auto aan trekken. Maar dan is dat voorbij en dan vind je het nog steeds een leuke sport. Ja, nou op dat moment zit je daar en dan denk je van ja, ik ga hiermee stoppen. Maar ja, dan ben je een half uur verder en dan kan je daar niet meer stoppen, want het is niet af. Kijk, ik heb alles gewoon, had het net al over gehad, ik heb alles wat ik maar kan winnen in de quadwereld, heb ik gewonnen. En dat wedstrijdje heb ik nog niet tot zijn einde gereden. En dat kan ik niet over, dat gaat niet. Nee. Het gas moet tegen nou, kom! Kom maar weer, Kieber! Het gaat goed vandaag. We zijn helaas maar met 7 man. Maar we zijn over het algemeen iets sterker als Valkenswaard. En die jongens moeten gewoon een stapje extra lopen vandaag. En staan maar 1-0 voor, dus ze blijven in de aanval. En ja, dat gaat goed. Goed, Theo, dat moet je weer. Wat ga je doen? Goed zo.
Egbert, ja. Je bent aanvoerder van het GL. Ja, dat klopt. Hoe komt dat zo dat je aanvoerder bent geworden? Ja, dat is een tijdje. Ja. Al eventjes ben ik hier al aanvoerder. Dan ben ik al, denk ik al ruim 10 jaar wel zo weer, zoiets. En maar wat moet je nou doen als aanvoerder, als captain? Ja, een beetje de taakjes over de veld verdelen. En wat zeg je dan zo? Een beetje van alles eigenlijk. Zo dat je die kant op moet spelen of die kant moet spelen. Of ja, gewoon een beetje coach eigenlijk, weet je. En je geeft zelf het goede voorbeeld, denk ik. Hè? Ja. Want ik zie jou heel rustig ben jij. Heel rustig, ja, dat klopt. En je staat achter. Ik sta achter, ja. Soms, ook soms middenveld, maar meestal wel achter. En goals maken? Ook af en toe. Ja, heb je dat ook al gedaan? Ja. Al veel? Al veel, ja. Ik heb gehoord dat jij een van de voorbeelden bent bij het trainen. Dat jij heel keihard traint dan. Ja, dat klopt. Ik train heel best hard, ja. En wat doe je dan zo allemaal? Op goal schieten, gewoon afwerken op goal en gewoon ook oefeningen erbij. Dus. En hoe lang wil je nog blijven spelen? Nog wel een tijdje door, hoor. Ja, vind je het wel gezellig? Ik vind het heel gezellig hier. Ja. En jullie staan bovenaan, ja. Hoorde ik net. En dat komt dus mede door jou, dat jij zo goed coacht. Dat klopt, ja. Het gaat best wel goed hier. Ja? Maar zo'n quad weegt, heb ik gelezen, 350 kilo. En als je dat dus neemt, plus de snelheid, plus het wegdek waar je over schrijft, ook wegdek in het zand, ja. Dan is en blijft het natuurlijk een gevaarlijke sport. Kijk, dit jaar in de Dakar weer 3 doden. Ik heb geen Dakar meegemaakt waar er geen doden vielen, dus het is echt een mega gevaarlijke sport. Het is ook niet voor niks de gevaarlijkste en de grootste rally van de wereld. Ik denk dat hierbij na. Op dat moment, ik heb mijn vader natuurlijk altijd, als je erover nagedenkt, ook tijdens crossing nagedenken van ik moet er maandag zijn, want ik heb een bedrijf en ik heb een kindje en ding. Als je erover nagedenkt, stop ermee, want dat kan niet. Want nadenken kan niet. Je hebt het al veel te druk met het terrein bekijken. In dit geval moeten we ook nog navigeren. Je moet een hele hoop dingen, als je erover nagedenkt, gaat stoppen. Maar jouw vriendin, die zit hier op de achtergrond. Ja. Ja, en die zit nu mee te luisteren. Ja. Hoe gaat jouw vriendin hiermee om dan? Nou, wij praten daar samen heel veel over. Dat is voor mij ook nieuw, maar dat doe ik met mijn vriendin wel. En we hebben samen ook besloten van als de mogelijkheid er is, dan moet je het weer doen. Ze is er niet blij mee. Ze zou, mijn dochter ook, het eerste sms'je wat ik kreeg van pap, vindt het heel erg, schouder gebroken, maar je bent in ieder geval van nooit weer terug. Ja, dat is zo. Ze zijn er niet blij mee, maar ze snappen ook mijn motivatie. Ze heeft ook gezien waar ik het laatste jaar allemaal aan vooraf gaat. Want die Dakar is maar één heel klein stukje van heel het feestje. Heel het jaar ermee bezig. Dag en nacht aan die motor. Echt dag en nacht. Letterlijk en figuurlijk dag en nacht aan die motor sleutelen. Sponsoren zoeken. Geld. Er gaat zo'n circus omheen. Dat ze ook wel snapt dat ik daar ook niet zomaar aan de kant kan zetten. Oké. Maar jij kunt er tegen. Je bent eraan gewend, je vindt het een gevaarlijke sport, maar daar ga je overheen. Ga je nou je kinderen naar het tennissen doen of ga je die ook de motorsport in? Dat heb ik wel geprobeerd, maar allebei, of alle drie, de oudste is wel wat ouder nou, maar ze hebben allebei, vinden het wel leuk, maar ze hebben allebei een eigen sport. De ene doet heel goed rolschaatsen, de andere doet heel goed voetballen en dat vind ik prima. En ik heb geen ambitie, nee, het hoeft voor mij niet. Ik moet ook zeggen, ik vind het ook heel eng als ze rijden en ik sta te kijken. Dus, kom op naar die kans! 5 tegen 1! Kom op! Kom op, dit moet hem zijn! Paul! Hoeveel kans moeten wij hebben?
Maar hadden we. Alle kanten net al hadden we. Je hebt er eigenlijk ding moet 4-1 geloof ik toch, of niet? Ja, dat is goed. Mooi toch, mooie overwinning. Ja, mooi even. Goed. Hoe was het nou? Pedro, hoe was het nou, jongen? Ja, Pedro, hoe was het nou? Goed. Nee, 4-1. 4-1. Komt wel goed. Hallo. Joran, ook lekker in voetbal? Ja. Je hebt die minuten al niet meegekomen. Zo'n sport kun je niet alleen. Je hebt een heel team rondom je heen van monteurs en coaches. En op de achtergrond fysiotherapeuten en een hele... Kun je er iets meer over vertellen, zo'n team? En dat moet toch ontiekelijk veel geld kosten ook? Nou kijk, in mijn motorsport ben ik altijd een van de weinigen geweest die het eigenlijk altijd vrij veel alleen heeft gedaan. En met één monteur eigenlijk, hoor, die ik altijd erbij had. Omdat ik ook een van de weinige rijders ben die hem ook zelf kan maken. Ik bedoel, er zijn heel veel rijders die rijden en die brengen de motor weg. Of iemand anders maakt je motor. Mijn is het andersom, ik ben vanuit de techniek de sport ingekomen. Dus ik maak alles zelf. Ik vind het ook belangrijk dat ik het zelf maak. Dus ik doe zoveel mogelijk zelf. Alleen in een Dakar kan dat gewoon niet. Wij hadden dit jaar een team. Ik had dan met mijn vrachtwagen had ik bij, die de spulletjes bij heeft. Die vrachtwagen heeft aan boord een monteur die van mij sleutelt. Een fysiotherapeut een beetje die me kon helpen. En we hadden zelfs ook nog een teamleider bij, zeg maar. Ja, dat kost heel veel geld. Dus wat ik ook al zei, buiten die Dakar is het rijden, is het feestje alleen om dat voor elkaar te krijgen. Heel dat ding is gewoon echt mega. Maar jij bent in deze sport een professional ook. Nou ja, jij kunt niet er ook geld mee nemen. Nee. Oh, gaat dus zwaar het is niet geld zo dat jij jouw garage over een paar jaar kunt sluiten omdat je genoeg met je sport verdient. Nee, misschien moet ik hem sluiten door de crisis, maar niet doordat ik geld genoeg verdiend heb. Absoluut niet. Nee, al kijk het op een stokje. Het is, er is niks mee te verdienen. Het is, er zijn een heel klein groepje mensen die in de Dakar er geld mee verdient. Maar dat is op één hand te tellen. En de rest kost het geld. Ik probeer dat geld kosten wel zo klein mogelijk te houden door een hoop sponsors te vinden. Het is ook onmogelijk voor een normale ondernemer om dit soort bedragen op te hoesten. Dus je hebt ook echt sponsoren nodig. Kijk, er zijn een groepje mensen die in de Dakar zijn die gewoon ontzettend veel geld hebben. Die geen sponsoren nodig hebben. Maar ik ben niet zielig, maar daar behoor ik niet toe helaas. Maar ondanks dat doen jullie met jullie team en met de sponsoren... doen jullie nog iets aan een goed doel? Jullie sponsoren de stichting Dakar Kids. Ja. Misschien kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wat is daar aan de hand? Ik denk dat het omstreeks 2007-2008 dat de eigenaar van Dakar Sport, waar ik toen zeg maar, in dat team zat, een weeshuis heeft opgezet in de stad, of in de stad Dakar. Omdat daar ook altijd de finish was. En hij is toen daar een paar keer geweest en heeft hem heel erg gegrepen en heeft hij daar een weeshuis opgezet en van alle sponsorbudgetten zeg maar, die wij binnen hem zijn team krijgen, gingen daar een procenten naar dat weeshuis toe. Het jaar erop stond dat weeshuis er ook, hebben we het ook allemaal gezien, zijn we daar ook allemaal bezoek geweest en dat was hartstikke leuk. En ook nu gaan er nog procenten naar dat weeshuis toe. We zijn natuurlijk de laatste paar jaar er niet meer geweest, omdat ja, wij rijden niet meer in Dakar, helaas. Ja. Maar volgens dat ik hoorde, loopt het allemaal lekker. En ik geloof dat ze iets van 30 of 35 kinderen daar in dat weeshuis onderdak krijgen en eten en drinken. En, dus dat betreft, ja, kijk, als je daar dan bent in Afrika. Kijk, in Zuid-Amerika is het allemaal wat minder. Daar hebben de mensen het eigenlijk hartstikke goed. Het is ook armoe, maar daar hebben de mensen het gemiddeld goed. Maar in Dakar inderdaad, als je dan. Kijk, in de rally ben je daar niet mee bezig, maar op zo'n finishdag, op zo'n finish, een paar dagen dat je daar bent. Ja, dan zie je toch wel een hoop ellende. Daar kun je niet altijd natuurlijk alles van opnemen, want je bent op dat moment toch een andere reden daar. Maar daar zie je wel en het doet je goed dat je daar iets aan kunt doen. Klaar. Is er een verschil tussen dat rijden in Afrika en in Argentinië? Is Argentinië makkelijker of moeilijker? Nee, het is... ik vond het avontuur in Afrika is groter. Je zit echt in de middle of nowhere. Als je in Argentinië, dan heb je ook het idee dat je in de middle of nowhere zit, zo rij je ook. Maar als je 10 kilometer links of rechts zou rijden, kom je in een dorp of aan de snelweg.
Je ziet overal mensen, want de lokalen zijn daar zo fanatiek. Ze zijn echt midden in de duinen, staan ze ooit met een buggy en staan ze daar aan te moedigen. Dat zie je in Afrika niet. De Afrikanen vinden het ook allemaal raar wat wij dat doen. Ze zijn niet, ze vinden het niet erg, maar ze zijn niet zo enthousiast als de Zuid-Amerikanen. Dus voor mijn idee zou ik liever weer naar Afrika gaan. Ik geloof niet dat het er ooit gaat komen. Want ik begreep dat nou het aankomend jaar Bolivia, geloof ik, weer een van de landen waar we doorheen rijden. Dus daar geloof ik niet meer dat we gaan komen. Van moeilijkheidsgraad valt niet veel te zeggen. In Afrika zijn bepaalde dingen moeilijker. In Zuid-Amerika zijn een aantal dingen moeilijker. De duinen bijvoorbeeld zijn vele malen hoger in Zuid-Amerika dan in Afrika. Het nadeel in Afrika was, als je dan in een park was, s'avonds, als je zeg maar binnen was, dan was ook echt niks. Dat is alleen maar dat park, meer niet. In Zuid-Amerika zit je meestal wel in de bewoonde wereld en mocht er nog iets raars gedaan moeten hebben of iets moeten regelen, is dat natuurlijk vanuit daar nog iets makkelijker te regelen als in the middle of nowhere. Oké. Okay. Ja. Laatste vraag. Ja. Hoe is het met de blessure en wanneer kun je weer beginnen? Nou, blessure valt meer tegen als dat we in eerste instantie dachten. Ze dachten daar dat hij alleen maar uit de kom was. Maar dat was ook, maar hij was echt letterlijk en figuurlijk uit de kom geslagen. Dus er was wat bot kapot. Kapsel was gescheurd, spieren los en een hele hoop toestanden. Ik ben gigantisch goed geholpen door het Katrien ziekenhuis, waar we wat dokters hebben die we gelukkig via de sport wel kennen. Een goede operatie had, dus ook allemaal goed gelukt. Ik heb 4 weken als een mummie rondgelopen in een corset met stokjes en toestanden. En ik ben er nu een paar weken uit. Het gaat, maar het gaat niet zo snel als ik graag zou willen. Ik heb ingeschreven in mei de volgende rally in Duitsland. Dat is de dichtbijzijnste. Dat is een 3-daagse rally, de Baja van Duitsland. En daar hoop ik te kunnen starten. Mooi. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met de genezing natuurlijk. Ja. Maar zeker ook met de volgende wedstrijden. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel.